De lening van $30 miljoen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank zal het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gebruiken om het sociaal vangnet te versterken. Minister Urakit Ramsaran zegt dat altijd wordt gedacht aan de samenleving wanneer er beslissingen worden genomen. Met deze lening kunnen vooral de kwetsbaren in de samenleving ondersteund worden, onderstreept minister Ramsaran. Want dat is ook de bedoeling van de lening van 30 miljoen, dat de sociaal zwakkeren dan worden geholpen en dat we kijken naar de verschillende manieren hoe wij dan de samenleving tegemoet kunnen komen. Om mee te nemen in dat gedeelte is het ook heel belangrijk dat binnen onze organisatie, binnen ons ministerie, dat er ook aandacht wordt gegeven aan de ambtenaren hier binnen. Heel wat van de ambtenaren zijn naar hun toe zijn beloftes gemaakt. Een belofte maken is makkelijk, dat is één woord of één zin. Maar het naleven van die belofte, dat is het moeilijkste gedeelte. En wat wij proberen te doen is om herstel, correcties en die tegemoetkoming te geven. Het gebeurt stapvoets natuurlijk, maar we moeten wel aangeven dat er vele ambtenaren zijn die de zaken, de herwaarding, et cetera, die ze moeten krijgen, dat niet hebben gehad. Maar natuurlijk moeten we ook kijken van hoe lang je al daarmee zat en wat wij dan kunnen doen om gezamenlijk die correcties dan aan te brengen. Met ons beleid willen we voorkomen dat de positie van kwetsbare groepen als senioren, kinderen, mensen met een beperking en zwakke huishoudens verder verslechtert, aldus de bewindsman.